Daar zijn we weer. Jawel. Zeg eens hallo tegen de mensen. Zeg eens hallo, Ben. Hallo. Nou, we zijn weer eens op pad. Een paar dagen. Een dag of vijf. Jazeker wel. En we gaan hele leuke dingen doen. Dus ik dacht, kom op. We maken er weer een vlogje van. Jazeker wel. Nou, ik zou zeggen, pak jezelf lekker beet. Schuif gezellig aan. Kijk gezellig mee. En geniet ervan. Jawel. Daar zijn we dan, in Almen, in de Bedstee. En het is heel erg leuk en gezellig. Wens eens even een pizzaatje halen in het dorp hier. Want we kunnen hier niet koken, maar dat geeft helemaal niks. We krijgen wel lekker ontbijtje morgenochtend. Beb is al helemaal gewend, hè? Want we hebben lekker gewandeld net. Ja. En ik zal even nog rondleiding geven. Nou, het is kwelein maar fijn. Nou, je zag net al het uitzicht. Beb en ik liepen net daar, over de dijk. Gewoon een grote eettafel. Leuk bankje, kastje, ditje, datje. Nou, en waarom heet het de Bedstee? Nou, omdat wij slapen vannacht in de Bedstee. Ja, Beb. Nou, Beb vindt het ook helemaal leuk. Dus, dat was het, zou je denken. Nee, want we hebben ook nog een keuken annex badkamer. Een keukenblokje, staat hier ook nog een koelkastje, dus we kunnen ons lol op. En we kunnen koffie en thee zetten. Nou, wat is er belangrijker? Helemaal niks. En dan krijgen we morgen vanuit dit kastje, want daar, kijk. Hij doet het wel vanaf de andere kant, zodat hij ons niet hoeft te storen. Zit hier een ontbijt in, helemaal leuk. En aan de overkant kunnen we douchen. Wat willen mensen nog meer? Helemaal niks? Nee, ik zeg Almen. Hé, oké. Nou, dat ziet er lekker uit. Hoe vind jij het hier? In Almen. Ik vind het helemaal geweldig. Hè? Ik vind het helemaal geweldig. Nou, wat het uitzicht. Ja, dat is wel spectaculair. En het is heel erg relaxed overal. Een hele leuke weggetjes. En de pizza is lekker. Nou. Nou, dat is bij september. Allah Akbar. Nou. Het is zondagochtend. 9 uur. Hallo? Hallo. Goedemorgen. Hebben we ons ontbijtje ontvangen? Ja. In het kastje? In het kastje. Moet ik het openmaken? Jazeker. Kijk, hallo. Lekker. Oh, heerlijk. Nou, super lekker. Daar gaan we van genieten. Kijk je uit. Nee. Beb, blijf daar maar weg. Lekker hoor, het ruikt heerlijk. Kom Beb, gaan we ontbijten. Nou, kijk toch eens. En dan met dit uitzicht. Wat willen mensen nog meer? Hè? Huh? Een paar bordjes. Heb je ze gevonden? Nou, we zijn weer heerlijk aan de wandel, hè? Zeker. Dikke, dikke dandel. En straks gaan we naar dieren. Gaan we naar onze vriendin Jet. En Miel. Jawel. Gaan we een heerlijke gezellige middag hebben. Ja. En eerst gaan we even wandelen met Beb. Dan kan Beb de energie kwijt. Want ja, Jet en Niels die hebben een kleine pup. Jip. En die moet nog veel slaapjes doen. Dus vandaar. Zeker wel. Nou, Beb die heeft nu een vriendje gevonden en is er vandoor. Dus dat was leuk. Het is leuk je gekend te hebben, Beb. Nou, ze komt alweer. Nou, anyways. Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, geniet er heerlijk van het vreselijke avontuur dat we gaan beleven in dieren zometeen. Jawel! De finale. Laten we even luisteren naar een beetje uit die finale van steeds. Naar gearriveerd.
getroost. Verstappen ligt eraf. Dan ja, tjing. Tjing. De heren zitten nu binnen te kniezen. En de dames zitten buiten. Aan de wijn en aan de hapjes. Ja, Pep is ook een dame. Die zit ook buiten. En Jip zit ook binnen. Nou ja, goed. Je hoort het al. Eén groot feest. Zitten. Kikken. Kijk, Niels gaat even de vissen voeren. Oh ja. Hé, Pep. Sushi eten vanavond. Heel veel. Ze zijn ook echt super groot. Ik heb ze nog nooit zo groot gezien, denk ik. Oh. Vooral die oranje is heel groot, tenminste, vind ik. Maar het is ook een hele mooie vijver. Dat is de enige met een naam. Ja? Dat is Ilko. Ilko? Drinkman. Die is het oudste of niet? Welke zit er het langst in dan? Die bruine samen met die oranje. Hoe lang heb je deze opstelling al? 7, 8, 6. Peppy. Ik denk dat moeilijkheid erin zit dat we alles op tijd af hebben en dat hij blijft staan. Want het is wel een flink vochtige, goed gevulde slappe taart die echt op moet zijn. En dat moet snel gaan. We zijn inmiddels uit ons eerste bed and breakfastje vertrokken naar Deventer. En we gaan richting Ulestrassen. Dat ligt bij Maastricht. Daar is ons tweede BNB, maar we dachten dus we gaan even onderweg langs bij Deventer een stadswandeling maken. Ja, leek ons hartstikke leuk. Ik heb zo'n app, heb ik wel eens over verteld. En we hebben ook een stadswandeling van Deventer. En die gaan we nu doen. Dus ik zou zeggen, geniet er heerlijk van, Dennisje. En jij ook, Beb. Hartstikke leuk. Jawel. Zeker. Lamp heen te lopen die vervolgens omkletterde op die mevrouw haar hoofd. Nou ja, goed. Ik zet mijn leven erop bij op. En dan gaan we zo richting Ulestraten. Huh? Hartstikke lekker. Ik denk precies op tijd, want het begint aardig donker te worden. Tot dusver deze heerlijke wandeling door Deventer. Nou, we zijn in Ulestraten aangekomen. En kijk nou toch eens in wat voor tent we nu weer zijn terechtgekomen. Ik moet even de les gaan maken. Ja, beter zo. Hè, Pep? Pep is nog niet helemaal overtuigd, maar het is weer heel leuk. Kitchenette met een magnetronnetje. Combi magnetron, dus we kunnen ook nog wat opwarmen als we dat willen. En dan leuk. Leefgedeelte. Kijk, er zit een meneer, die kreeg een gratis bij. En een hond. En een piano en een platenspeler. Nu staat een kattenboes. Kattenboes staat op, maar we hebben keus. Nou, kijk eens. Een hele rij aan platen.
Dus dat wordt hartstikke gezellig. Gaan we op naar boven? Jawel, mensen, we gaan naar boven toe. Want daar slapen wij. Vannacht. En daar is weer een hele bibliotheek met boeken die we kunnen gebruiken. Nou, hartstikke leuk. Peppy. Nou, Beppe komt toch naar boven. Nou goed. En dan hebben we hier het bed. En dan nog een leuk zitje. Het is hier een beetje donker. En daar hebben we Beb weer. Ja, nou moet ik toch echt even afsluiten, want Beb durft niet alleen naar beneden. Maar dat was ons huisje. Jawel. Ullestraten. Hartstikke leuk. Niks meer aan doen. Nee, zeker niet. We gaan hard eten. Gezondheid. En dan zou ik zeggen, tot morgen. We zijn wakker geworden in Ullestraat. Nou kijk, vlakbij het bos. Ik loop gewoon in het bos, dus morgens vroeg. En we gaan vandaag naar Heerde, want daar krijgen we een stadswandeling. Met gids. En die gids, dat is François. En die kennen we nog wel. De trouwe kijken zeker, want die zat ook in de vorige vlog. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Een bomvolle dag. Met leuke mensen. En leuke dingen. Nou, wat willen mensen nog meer? Helemaal niets. Ben kapot. Ah, ze moet poepen. Blijf 1 kilometer doorrijden. Nou, de rondleiding is begonnen. We zijn in Heerlen. François is er. Beb is er. Beb is er. En we laten ons rondleiden. Zwaai even naar de mensen. Is het badhuis? Om al te veel te zien. Op je hoofd heb je eigenlijk veilig geconfronteerd naar je werkplaats. Er waren gewoon 10.000 mensen. Volg je maar. Kom. Ja, we vinden altijd wel wat nieuws, ja. Zeker. Kom. Rondleiding zit er om. Het was fantastisch. Zeker. Suus heeft aangeschoven dat hij helemaal geen zin in de rondleiding. Deze man is een trotse heerlenaar, dat is niet normaal. Suus kan alleen maar doen, bitterballen. Ja, omdat er nu bitterballen zijn en bier. En toen dacht ik, nou daar kom ik ook maar even uit. Nou, we zijn inmiddels in Valkenburg aangekomen. Want daar gaan we wat eten. Daar waren we naartoe onderweg. Beb is er ook bij. En de bombatje ook, hallo. Hier achter zijn allemaal restaurants, dus daar gaan we nu naartoe. Gaan we een restaurantje uitkiezen en dan gaan we lekker eten. Jawel. Ja. Hallo. Hallo. Dennis aan een espresso. Peppy. Die ligt lekker te slapen. Het was een hele geslaagde dag. Goed jij.
Zeker, heel leuk. Oh, hier is een bijzondere stad. Ja. Maar je ook eens van een ander. Nou, dat was het dan. Ulestraten. Hè? Heb je het leuk gehad? Ja, absoluut. Heerlijk. Kom. Nou, je hoort het. We hebben het hartstikke leuk gehad. En nu is onze mini-vakantie voorbij. We gaan nog even naar Maastricht. Gaan we even ons gezicht laten zien. Huh? De geboorteplaats van Beppie Houw. En dan zou ik zeggen, geniet u van deze vlog. Abonneren lijkt de zooi. Jawel. Dag huisje, dag tuintje, dag op bedschuur. Nou, dan denk je misschien, die gaan heerlijk linie rechts naar Maastricht toe. Nou, dan heb je het mooi mis. Want wat gaan we even doen? Ik rijd langs het vliegveld Maastricht-Aken. Want? Even vliegtuigjes kijken. Jawel. Vind je het ook zo leuk, Pep? Huh? Vliegtuigjes kijken? En wat zeg jij? Je ziet er geen reet van? Nou, niet zoveel. Hè? Daar zit een grote Boeing. Een hele grote Boeing. Nou. Nee. We gaan weer uit Udestraten daar. Dit is het vliegveld Maastricht-Aken. Nou, zoals je kunt zien, het is enorm druk hier. Ja, ze vliegen aan en af. En ze vliegen aan en af. Er staat wel geteld één vliegtuig. Jet One. Het is toch een belevenis, een hele avontuur. Ze doen al die toestellen hier. Wat zegt u? Ze doen al die toestellen, het zijn allemaal oude vliegtuigen. Ach jee. Dat is denk ik allemaal uitgefaseerd. Nou, en na dit... Enerverende avontuurtje. Ik sta nog te shake in mijn boot. Gaan wij toch richting Maastricht? Jawel, maar niet met vliegtuig. Nee hoor. Nou, we zijn in Maastricht beland. En het regent, dus ik heb mijn hoedje maar opgezet. Want ik heb een heel dun blouseje aan. En dan heb ik nog enigszins het idee dat ik droog blijf. We kunnen eerst op zoek naar een kop koffie en een kop thee. Nou, we zitten inmiddels op een terrasje. Dus Pep had een bloedend voetbed. Ga maar kijken, daar zit ze. Dus er is even een paniek meer te worden, het voelt niet meer. Maar het regent dus wel steeds. Dus ik heb lekker een stukje fly. Nou weer in de auto, Beb. Waar is papatje? Beb en ik zitten in de auto in de garage in Maastricht onder het Vrijthof. Want Dennis die wilde toch even dat de pootje eenmaal droog werd en even goed kijken of er niks in zat. Nou, er zit niks in, het bloed ook niet meer. Dus Beb en ik zitten nu even in de auto op te drogen en ik heb een sjaal gevonden. Dat is ook fijn. Het regent trouwens niet meer, sowieso niet in de garage. En Dennis is nu even naar boven, naar het Vrijthof, om te kijken of we daar gewoon even kunnen zitten ergens. En dan gaan Den en ik om de beurt even door de stad heen banjeren en een lunch pakken. Lijkt ons een goed idee. Hè, Beb? Dan kan Beb gewoon lekker blijven liggen. Ach, Beb. Nou ja, goed. Volgens mij heeft ze er zelf niet heel veel last van. Tenminste, ze hinkt niet. Ze loopt gewoon. Alleen, ze gaat er de hele tijd aan likken. Ook onderweg. Dus dat schiet niet echt op kwaadheid. Nee, ze om de 5 meter moet stoppen omdat mevrouw haar poot wil likken. En nou doet ze het eigenlijk helemaal niet meer. Nou, anyway. Tot zover dit verslag. En dat. Nou, het is gelukt. Nee, we hebben eigenlijk al geluncht. Maar Beppie, de pootje bloedt niet meer. Het is gestopt met regenen. En Dennis heeft een boek gekocht. En ik ga zo meteen in de stad. En ik heb net lekker op het terrasje zitten lezen.
Nou, kortom, ondanks alle toestandages, hebben we toch een hele fijne dag. Zeker, je hoort het. Dag mijn zo geliefde Maastricht. Huh? Zeker. Welk liedje? Nou, heb je ons gemist? Nou, nee? Nou, ze heeft ons helemaal niet gemist hoor. Nee, zeker niet. Ja, weer een nieuwe dag in Zoetermeer. Zeker wel. Dennisje is weer naar zijn werk. Dus ik denk dat het de hoogste tijd is om deze vakantievlog een beetje leuk en schappelijk af te sluiten. Jij, Bebbiehuis, die gaat er lekker bij liggen. Nou, ik zou zeggen, pak je stevig beet, want hier komen een paar hele wijze woorden waar je echt wat aan hebt. Zeker wel. Adieke. Doei. Ja, Liet, je bent helemaal gelijk. Bab, heeft je nog? Zeg, sexy beast, dat was hem dan alweer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.